Dit is mijn plek waar ik slaap, in de BBB. Hidaya is een van de ruim 100 asielzoekers die momenteel verblijven in deze bed-bad-broodopvang in Buitenveldert. Hidaya moest vluchten uit Oeganda vanwege haar geaardheid en hoopt hier een nieuw leven te kunnen opbouwen. Het feit dat zij nu ook overdag onderdak heeft is volgens haar cruciaal. In the past days it's all has been like you have to focus where you have to spend the hours in a day. But right now we are able to focus on what will happen tomorrow, what we want for the future to be like. In juli 2019 hoopt het college 24 uursopvangcentra opvangcentra te openen, waar plek is voor 500 asielzoekers die ook leefgeld, maatschappelijke en juridische begeleiding moeten krijgen. Deze 24-uurs BBB's zijn bedoeld om mensen ook tot die tijd beschutting te bieden. In principe is alles nog hetzelfde gebleven zoals het uh, was vorige week. Um, maar kunnen mensen nu ook overdag hier binnen blijven? Wordt er al veel gebruik van gemaakt? Merken jullie dat dit een aanzuigende werking heeft? Afgelopen vrijdag waren er 101 mensen hier in onze opvang. En uh, vandaag hebben we er ook 101. Uh, dus we zien nog geen, uh, geen grote groepen mensen die, uh, die aanbellen. Het is nog onzeker of Hidaya een verblijfsvergunning krijgt. Maar ze weet al wel precies wat zij wil doen, wanneer zij die heeft. Ik hope to study probably software engineering. En in de toekomst wil ik een van de beste spokesmen spokesperson and activism for the people who don't have papers yeah